Roel Hartges, ik doe aan walking voetbal. In de eerste plaats met leuk is en ook gezelligheid binnen die vereniging. Als ouderen moet je in beweging blijven. Nou, dat doen we dan zoveel mogelijk, zoveel het maar kan en lukt. Mijn leeftijd is 77, dus dan ben je niet zo piepjong meer, maar ja, je wilt nog steeds. Hè? En zolang het allemaal nog kan, dan moet je ook blijven doen. Het hele weg, dat is eigenlijk te kunnen zien als een verbinder in het hele sociale domein. Dat proberen ze inderdaad sport, onderwijs, gezondheid en welzijn aan elkaar te koppelen. En kijken hoe dat we zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen. En waar we de nadruk willen leggen op bewegen en ook gezonde leefstijl. Mensen van 0 tot 100 met elkaar lekker bezig te laten zijn. Resocialiseren, niet altijd fysiek in beweging, maar ook sociaal en mentaal. Daar zijn wij op zoek gegaan naar tal van andere sociaal-maatschappelijke organisaties die inderdaad onze ideeën ook willen omarmen. En zo kun je namelijk elkaar versterken. We zijn aangesloten om vooral met veel verschillende organisaties ook zoveel mogelijk mensen te kunnen aanbieden iets in de vorm van bewegen. Ik ben hier omdat we een project doen samen met anderen om mensen uit isolement te halen. Alles begint met bewegen. Naar iets toe gaan, een stap maken in je leven, begint met bewegen. En bewegen is natuurlijk ook altijd gezond. Nou, we komen hier voetballen. Hè? Walking voetbal, woensdagmiddag van 1 tot 2. Elke week, dat is hartstikke leuk. Ja, klopt.